Een paar komen slikken. Oh, ben je dom? Tuurlijk. Die ding slikken. Goedemiddag allemaal. Ik zit nu in de les. Of let je op? En ik let. Half op. Docent mag me niet horen. En dan komt een gezinsvoogd of jeugdbeschermer in dit gezin. En die komt voor dat deel waarin de ouders niet meer hebben. Kijk Luc zijn kop. Kijk in de camera. En die hulp is jouw kop. Oké, zeg maar. En het helpen van de ouders. Want het is een tijdelijke maatregel. En de maatregel is dat het kind en de ouders weer volledig, zeg maar, in de zijn. S7. Edge. Edge. Gekke shit. Kan ook zijn. Mijn stress om laatste opdrachten van school. Of niet? Wat zegt u? Ik zeg mensen stress om laatste opdrachten van school. Welke stress? Want nooit er is stress. Welke je hebt nooit stress. Nooit stress? Nee, oké. Nee, oké. Okay. Maak altijd naar huis werken. Stel jezelf even voor op mijn vlog. Kom. Kan ik niet. Doe even. Dan ga ik je voorstellen. En dat wil je niet. Nee, dat durf ik niet. Dat wil je niet hebben hoor, Koenie. Ik kan het niet doen. Shakuni. Ze komt er hier in hoor. Stel jezelf even voor op mijn vlog. Wie ben jij? Zeg dan. Ik ben Luc. En wat nog meer? Hoe, meer? Luc hoe oud ben je? Ik ben Luc de Jong. 35. Uh-huh. En je zit op de HBO? HBO. Mm-hmm. Pedagogiek, tweedejaars. Mm. Ik zit er wel jong uit. Pedagogen. Ik, ja, thanks. Ik smeer elke dag die Nivea, toch? Mm. Moet hier kijken, hè? Loesje. Hier zo moet je kijken. Maar daar is het. Weet je, de telefoon is van jaren 80. Oké, maar als ik dus een tackle zou hebben, zou ik hem echt worstje noemen. Hoe klinkt dat? Worsje! Hey Worsje! Kom eens hier Worsje! Hey Worsje! Kom! Kom eens hier! Sereen! Hoe zou je je tackle noemen? Worsje. Zou je ook Worsje noemen? Ik vind Worsje leuk! Hey Worsje is gezellig man! Ik ga dit in! Ik kom net van school. We hebben net keuzevak gehad, debatteren. Ik ga nu snel naar het volgende keuzevak. Fun shoppen. Beetje marketing leren. En leren over, eigenlijk meer marketingstrategieën en mystery shoppen. En ja, debatteren hadden we vandaag over, wat was de stelling ook weer? Legalisatie van wietteelt. En? En basisinkomen. Over wat was die basisinkomen ook weer? Iedere burger vanaf 21 jaar. Ik krijg een standaard basisinkomen van €1200. Ik vind die stelling wel leuk, man. Dus wat zeggen jullie daarvan? Zullen we die eerste of die tweede stelling doen met mijn vlog, met mijn vlogvolgers? De wietteelt. Wietteelt? Ja. Oké, wat vinden jullie? Moeten we wel of niet legaliseren van wietteelt? Vertel mij waarom, hoe en wat. Onderin en vergeet niet te abonneren op mijn vloggie. Ik zie die pokoe mee, maar vraag me niet van wie die pokoe is, maar ik vind hem ruwelijk. Laat me nooit meer los. Yo. Wil ik dat je weet, dat kan je denken. Hou me vast.
niet meer last. Wij zijn onderweg naar keuzevak nummer 2 van shopping. Ik ben te laat, nu al 2 minuutjes. Ik zat nog echt wat haasten en het verkeer zit helemaal niet mee. Even terug door hier. Kan ik lezen? Kan ik van hier? Jij bent een bewijs dat jij het niet mag. Jij bent een bewijs om het om te zijn. Jongens! Weet je welke pokoe ook mooi is? Welke? Die van Drake, die nieuwe. Welke dan? Hoe heet dat? Ik hoor het de hele One dag. Dance. Ja, ja! Yeah. Heb je het? Zet het nu alsjeblieft. Zet het! Wacht. Het is mooi! Waar is het? Het is echt het mooi, dat nummer. One Dance. Het is mooi. Geniet met mij op deze man. Echt. Oké, hey mensen, ik ben hier met een goede vriend van mij. Hij brengt mij naar huis. Het is weer laat en ik had geen voer om naar huis te gaan, dus ik had hem even gevraagd om me te komen halen. En zo lief dat hij is, is hij me komen halen. Super nice. Maar ik zei dus, hij moet ook op mijn vlog komen. En ik wil even over een leuk onderwerpje praten. Want ik, hoe ik die auto inkom, hoor ik hem zeg maar met de meid praten. Dus ik was al gelijk in die ene van... Ja, ik hoor je net met de meid praten, dus je hebt een nieuwe vriendin. Dit en dat en dat en dat en dat. En hij maakt de opmerking van, ja, oh, dus ik kan geen vrouwelijke vriendinnen hebben. Toch? Oké. Maar een... Jij maakte ervan dat ik gelijk een vriendin heb. Ja, ik dus... maakte dat ervan. Klopt. Maar je komt met een... Let op, jij moet positief uit de bus komen in deze vlog. Ja, dus beter ga je niet... Ja, daarom. Oké, even denken. Even goed. Laten we een mooie stelling maken. Ik denk dat het wel leuk is, toch? Hoe zie jij dat? Kan je als man vrouwelijke vriendinnen hebben? Hoe zie je dat? Ze zijn altijd nee. Je moet die raam dicht doen, want mijn camera, die geluid. Ja? Mm-hmm. Ik zeg altijd nee, maar het kan wel. Je zei altijd nee, maar het kan wel. Oké, vertel. Als je hormonen onder controle hebt, kan je... Je hormonen? Ja. Hoezo hormonen? Je kan ook zeggen lul, maar ik denk aan je kijken. Oh ja. Maar je moet gewoon jezelf zijn. Oké, dus zeg maar. Je moet weten hoe je ermee omgaat. Oké, maar hoe lang ga je dat vol kunnen houden dan? Nou, je lul onder controle houden. Stel dat je echt een vrouwelijke vriendin hebt. Zal ik jou even een voorbeeld geven, Riomi? Maar stel je hebt een vrouwelijke vriendin. En ze is super spannend. En alles klikt. Het is gewoon, de vibe is goed. Alles is goed eigenlijk. En dan, wat doe je dan? Als je gelukkig bent, dan moet je gelukkig blijven. Mm-hmm. Bij je vrouwtje, tenminste. Dat is mijn advies, mijn raad. Mm-hmm. Zo niet, get the fuck out of it. Oké. Ja, dan moet je daarvoor. Maar je moet harder praten. Dat vind ik. Heb je ding geen mic? Luister schatje, laat me je uitleggen. Ik ga het jou ook uitleggen. Ik heb nog geen vlogcamera, ja. Ik doe alles eventjes met mijn telefoon. Neppe vlogger ben jij. Vlogger. Luister, heb je geld voor me? Dan ga ik nu gelijk die vlogcamera nu gelijk halen. Heb je geld voor mezelf? Ik ben skeer. Begrijp je dat? Oké, dus ik kan die vlogcamera nog niet halen. Wat kijken mensen naar een skeerde vloggen? Luister dan, als je mijn vlog ziet, ja, zijn super nice. En je moet me niet zwart maken op mijn eigen vlog. Ben je gek geworden of zo? Hé! Hey, jij moet me juist supporten. En jij moet juist tegen mensen zeggen dat ze moeten abonneren. Abonneren? Ja, op mijn ding, op mijn kanaal, op YouTube. Want dan krijg je gelijk zo'n melding wanneer ik een nieuw filmpje plaats en zo. Super nice. Oké, maar in ieder geval, zou je naar mijn vlog kijken, denk je? Ik. Jij naar mij. Stel dat je echt een vlogger zou volgen, zou je naar mij kijken? Begrijp me niet verkeerd. Maar vloggen is in mijn ogen een vrouwending. Een vrouwending? Ik heb nog geen man. Jawel, we zijn de mannen die vloggen. Ja. Mariko. Hoezo Mariko?
Oké, dus hij, dus deze man hier naast mij zegt dat mannen die vloggen Mariko zijn. En weet jullie wat Mariko is? Als je het niet weet, Google die shit. Google die shit. Ik ga het niet eens vertalen in het Nederlands. Google die shit. Oké, okay, maar jij vindt dus dat ze dan gay zijn? Dat wil ik aannemen. Ik ga niet heel mijn leven op internet zetten. Kom op. Nee, oké, okay, maar ja, het is niet van heel je leven. Je maakt gewoon filmpjes tussendoor. Kijk, wanneer je even tijd hebt. Als je de doek mee pakt en je... Ja, want op een gegeven moment, wanneer je heel veel volgers hebt, dan ga je kan je de money meemaken. En dan kunnen verschillende organisaties je vragen. Wat heeft een boy aan interessante shit dat mensen daarop gaan abonneren? Even serieus. Dat zijn meestal... Oké, sorry, in mijn geval. Dat is wat ik denk. Is misschien een verkeerde aanname. Ja. Maar homo's die stylish zijn, die vrouwen trekken. Welke man kijkt naar een vlog? Ik niet. Vlog. Ja, oké, ik denk dat mannen misschien minder snel kijken naar een vlog. Maar er zijn wel mannen die vloggen. En ik denk dat jij ook gewoon sowieso een vlog zou kunnen maken, bij wijze van. Wat? Gewoon, je zit bijvoorbeeld in de auto toch, net zoals wat we nu doen. Gewoon even filmen wat je aan het doen bent. Gezellig, weet je, even... mensen raken ook geïnspireerd, hè, door dit soort gesprekken. Iedereen had Instagram, ja? Iedereen had Instagram. Kijk alleen plaatjes. Ja? Je bent een kuddedier. Oké, je doet wat iedereen doet. Je gaat ook je mooiste plaatje naar buiten brengen. Niet helemaal, want ik zet hele lelijke plaatjes ook als het moet. Okay, maar dat ben ik. Ik doe gewoon een foto als ik aan Skitta ben. Kijk, ik wil dat jij naar mijn vlogs gaat kijken, ja? Luister, Live with Riro, toch? Kijk part 1. Als je mijn eerste vlogfilmpje ziet, ja, van een paar dagen geleden, drie of twee dagen geleden. Ik zeg jou, het is, ik ben net wakker. Mijn haar is helemaal kroes, lelijk, verschrikkelijk. En ik lig met een knuffelbeer in bed. Oké? Zo begin je gewoon. Zo ben ik begonnen. Weet je waarom? Je hebt maar één kans voor de eerste indruk. Weet je wat, dat maakt niet uit. Weet je waarom ik dat doe? Zo ben ik. Ik ben gewoon Rie. Waarom moet ik iets anders, waarom moet ik me anders voordoen? Even eerlijk, hoe ik nu tegen jou praat. Praat ik niet altijd zo tegen jou gewoon in de auto? Ik zeg eerlijk, doe wel een beetje popje op je nu. Ik haat jou helemaal. Ik doe helemaal niet popje op je. Oké, maar even eerlijk. Ik doe toch gewoon hoe ik ben? Dat is wel zo. Maar je hebt ook mensen die meer gaan vloggen dan eigenlijk nodig is. Ik film alleen maar of show zetten als ik tijd heb om te filmen. En nu heb ik tijd om te filmen, want ik zit in de auto. Ik kan filmen, dus dan ga ik filmen. Ik heb Facebook, hè? Ja. Maar ik ben anti-social media. Ik doe het alleen gewoon om mezelf even een half uurtje te vermaken van wat gebeurt er in de wereld. Wat moet ik weten? Oh, Facebook is jouw wereld, oké? Nee, niet zeg het maar in de camera. Kijk hier in de camera en zeg wat Facebook je wereld is. Je weet toch, als een Afrikaan in Afrika grappig is, dan zie je dat op Facebook. Als een Engelsman in Engeland, dan zie je dat op Facebook. Ja, klopt. Zo begrijpen jullie bij misschien. Wat er is leeg. Nee, wacht. Einde vlog. Wacht. Oké, ik ben eindelijk thuis. Ik ben heel even op bed gaan liggen. Gewoon zo. Want ik ben echt kapot. Ja, mijn laatste energie heb ik net gebruikt in het gesprek in de auto. Maar het wordt echt tijd voor mij om te gaan douchen en te slapen. Morgenochtend moet ik vroeg lesgeven op een school. En ik zorg ervoor dat mijn telefoon genoeg is opgeladen, zodat ik voor jullie een leuk filmpje kan gaan maken. En ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de mensen die naar me kijken op YouTube. En spread the news, man. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden, ervan genieten. En vertel je vrienden dat ze mogen abonneren op Riro. Slaap lekker, mensen. En word morgen gewoon vroeg en gezond wakker. Pluk de dag, zou ik zeggen. Amen. Ik weet niet wat ik zou moeten doen. Schat, als ik jou niet bij me had. Hou me vast en laat me niet meer los. Oh, nana. En ook al ben ik niet altijd daar, wil ik dat je weet, dat kan je denk. Hou me vast en laat me niet meer los.